Hallo dames en heren, welkom bij een van de laatste delen van Kirby. We gaan de final boss battle doen. Ik heb geen flauw idee hoe lang die is, wat we moeten verwachten. Ik heb echt waar geen idee. Ik ga bommen pakken. Het enige wat ik weet is dat het een 3 of 4 koppige draak is. En dat hij behoorlijk koppig is. Grappen van hoog niveau. Goed. Dus ik heb eigenlijk geen idee wat me te wachten. Dat is een van de spellen waar ik het einde voor mezelf niet heb gespoild. Ik weet ook niet hoe lang dit gaat duren. Voor hetzelfde is het echt een badass diehard final boss. Maar goed. Ik weet dat ik wel bommen heb meegenomen. Die hebben jullie nog niet vaak in mijn let's play gezien. Waarom niet? Ik ben niet zo fan van de bom eigenlijk. Ah, oh, kut. Weet je, laat maar. Ik doe het wel op de klassieke manier, joh. Oh, toch niet. Maar ja, goed. Dus, ja, heel... De laatste gevechten alweer. Oh, wacht even. Weet je, ik doe het wel op de klassieke manier. Fuck dat. Ah, shit. Ik word hier echt geowned, joh. Niet normaal. Waarom? Is een banaankrom. Nee, mensen. Ik heb net nog eens nagedacht. Nou, voor jullie is het... het is vandaag... Zal ik even kijken hoeveel het vandaag is? Wanneer is het einde van Kirby opgenomen? 13 maart. Het is 13 maart. Ik heb nog eens nagedacht. Ik weet hoe ik de laatste Star... Of Starbit zou ik zeggen, dat is van Mario. De laatste... Hoe heet het? Ga pakken. De laatste Energy Spheres. Hoe ga ik dat doen? Ik ga Ruud uitnodigen. Bij mijn huis. En dan gaan wij met z'n... vieren. Tweeën. We zijn met z'n tweeën. Met z'n tweeën gaan wij Kirby uitspelen. Goed idee. Oké, wat is die van plan... Ik ben bang, maar het geeft niet. Angst heerst natuurlijk. Goed, nee, dan ga ik samen met Ruud de laatste energy sfeer halen. Als hij dat wil tenminste. Lijkt me leuk. Dus Ruud, hierbij nodig ik je uit om die shit met mij te gaan klaren. Ik weet niet of je er zin in hebt. Ik hoop het wel, dat lijkt me gezellig. En dan mag Ruud... Oh shit, dat had ik niet verwacht. Ah, dat had ik wel verwacht eigenlijk, maar... Oké, ik ben hier bijna dood aan het gaan, maar het geeft niet. Had nou nog maar een power-up. Ja, nee, dat kan je verwachten natuurlijk. Oké, interessant. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Oké, en nu? Oké, nou is hij weer helemaal heel. Mag. Maar ik ben bijna dood, dus eigenlijk zit ik te denken om gewoon dood te laten gaan. Want ik kan denk ik toch niet meer winnen. Ik moet het echt anders gaan doen. Kut. Oké, ik ben dus dood. Nou ja, geeft niet, de eerste keer. Maar aan de andere kant, ik heb maar een beperkt aantal levens. Oké, wat zou ik willen? Ik denk deze. Wing, ja. We gaan voor Wing. We gaan met Wing proberen. Nogmaals, voor de derde keer, tuurlijk. Zal ik nog eens zeggen? We gaan met Wing proberen, mensen. Oh, dit werkt nog niet. Bijna. Oké, ik heb al één keer geraakt nu. Chill. Oké, we gaan een beetje aanvallend verdedigen, zeg maar. Hupsakee, ik ben hem alweer kwijt. Oké, en nu wat gaat hij doen? Was dat raak? Niet te dichtbij. Wat gaat hij doen? Oh, dat gaat hij doen. Oké, dit werkt... Nou, beter weet ik nog niet, maar...
In elk geval anders. Het nadeel is dat je gewoon niet zo ver kan schieten met Wing. Als dat je zou willen. Oké, gaat het me beter af? Ik raak hem meer en ik word zelf minder geraakt, maar... Goed, het heeft niet zo heel veel effect. Maar goed, dat geeft niet. Het doet wat het moet doen, zeg maar. Wat gaat hij nu doen? Oh, kut, dat is ook zo. Die vergeet ik steeds dat hij die kan. Oké. Oké, even kijken wat hij nu gaat doen. Ik ben bang. Oh. Ik zie mezelf al wel. Oké, ik ben al half dood, maar hij nog niet. Weg hier. Oké, hij is ongeveer nu ook half dood, denk ik. Komt er ook voor in de buurt, laat ik het zo zeggen. Zelfs dat trucje met die hoofden los gaat doen, dat zou wel chill zijn. Zo, dat is de helft, denk ik. Oké, wat gaat hij nu doen? Hij gloeit. Oké, nou gaan die hoofden los. Oké, dat moet ik dus niet doen. Nu gewoon even ontwijken. En afwachten. Ja, hierop. Oh, dat was niet de bedoeling. Dit moet ik doen. Ik zou zeggen, dat heeft toch helemaal geen effect. Wat ik aan het doen met die kleine wingdingen. Maar goed, het is beter dan niks natuurlijk. Oh, gaat hij dat doen? Oh. Voorzichtig nu even. Oké. Het gaat me aardig af. Wacht, als ik nou eens boven ga vliegen. Haha, slim. Oh nee, ik wil hem niet verliezen. Oh nee. Oké, ik heb hem nog. Maar dat kost me best wel veel HP volgens mij. Dus dat is niet een actie wat ik vaker mag gaan doen. Oké, hij is weer helemaal heel. En wat gaat hij nu doen? Oké, dit kan ik wel ontwijken. Het is niet zo moeilijk. Ik ben wederom bijna weer dood. Maar goed, ik hoop dat ik het nog wel haal. Wat gaat hij doen? Die vuurbal is niet zo heel moeilijk. Oké, ik weet wat hij gaat doen. Oké, nu even denken hoor. Oh ja, dat. Oh shit! Voorzichtig nu. Bijna. Ja, hebbes! Mooi! Oké, ik heb zo'n idee dat dit nog niet het einde is. Volgevoel. Of wel? Oh, chill. Nou, 9 minuten over gedaan. Nice. Bravo, Kirby. Je hebt het echt verdiend. Of je hebt je reputatie als een held echt verdiend. Help de feeling. Lenny. Wacht even hoor. Het is eindelijk van mij. Nou, gefeliciteerd, knul. Grote meid. Knappe knul. Limitless Power, de Master Crown. Waarom bevalt dit muziekje mij niet zo? Ik heb zo'n idee dat ik nog niet klaar ben met het spel.